Grappie! Oh, veel mooier in het echt, maat. Ja. Vooral die voorkant. Mijn ouder, Drain. Hij is scherp as fuck. Zeg. Zie ik hoe nu. Wat wil je zeggen? Zie je hoe ik hier zit? Grap, ken je dat je benen gewoon moe zijn? Van met iemand? After a leg day, bro. Ja, maar ze doen het gewoon niet. Je hebt veel gesausd dit weekend. Jongens, ik heb een nieuwe lens gekocht. Fijn, hè? Nee, ik had deze lens al. Ik gebruik hem alleen nooit. Kijk maar, ik ga eens vloggen kijken hoe goed hij dat nu kan. Ik weet niet eens of die scherp staat. Nu nee. Kan die niet eens scherp. Zo dichtbij. Wacht, Jus, doe eens verder. Wacht. Aan mij is. Kijk, ik ben nu zo. Wow, gast, ik ben echt dichtbij. Holy. Adje voor de sfeer? Adje voor de sfeer, voor de sfeer, voor de sfeer. Nou, als je dat at, dan doe je niet. Ah, wil je wel? Doe je een beetje meer. Mobista? Zo, Paap Chulo. Oh, je hebt Esme. Asma. Grap, als hij de trap oploopt, dan. Zo, ik ben dood, jongen. Dan ben je echt dood, hè? Ik zeg je eerlijk. 20 seconden. Oké, ja. Wat gaan we doen, meis, vandaag? I don't fucking know. Grap, je moet niet zo dichtbij. Ja, fuck, grap. Ik doe even een andere lens. Wow, gangster boy. Oh, fucking games with a Raven. Gast, jouw zonnebril staat echt raar, man. Hij is veel te klein voor je hoofd. Voor mij is hij wel goed, maar bij mij ziet hij er zelfs groot uit, hè? Bij jou is hij gewoon klein. What the hell, bro? Weet je wat ik nu ook heb? Kijken wat Mees ervan vindt, jongens. Deze. Oh, deze is al te dik. Hij hoort hem toch niet. Kijk jaar! Het kaartje zit er nog aan, hè? Hij is nog. Hij was deadstock nog. Ga je nu hardlopen? Weet je hoe duur? $145. Tief op. Voor een band, gast, jongens. Besef dat dit $145 resale was. Jongens, koop geen Supreme, zonde. En hoeveel heb je gekocht? Hè? $145, dat zeg ik toch net? Hey, ik heb echt de allerzieste outfit van het jaar. Nee, ik kan gewoon niet serieus dit zeggen. Zo grappig is dit. Jij snapt ook niet wat er nu grappig is. Nee. Oké, kijk hier. Hij shirt is er buiten. Hij is er buiten. Ik heb hier dus ook mee gewerkt, hè, in de kruidvat. Heel grappig dit. Heel grappig. Oh, ik moest ook zo hard lachen hierom. Don die is aangekomen, ik had eigenlijk helemaal niet verteld dat hij kwam. Hij staat even binnen, maar die zei kom, we gaan even badmintonnen. Dus wij waren aan het badmintonnen. En toen stopte hij er heel even mee, want hij was met mijn moeder aan het praten. Toen daarna zei Mees van, kom even badmintonnen. Toen zei ik, zullen we gaan tennissen? En dat is nu het plan, we gaan even met de auto. Gaan we naar een tennisbaan, gaan we lekker met z'n drieën tennissen. Dus dat is wel lachen. Spullen! We hebben lekker veel ballen, hè Mees? Lekker veel ballen. We hebben heel veel ballen. En oké, let's go. Let's go. Mogen op baan 3, jongens. Hey, kunnen jullie eigenlijk wel tennissen? Ja, man. Mees. Ik ga Mees zo hard uitlachen. Alleen als ik ja zeg, zegt hij ook ja. Dat is het dan. Baan 3. Lekker grappig. Daar gaan we, Mees. Dit wordt spannend, hè? Ja, deurtje open. Spannend. Hoho, ik heb hier zin in. In dit weer letterlijk 10 minuten tennissen. En we zitten hier nu al zo van, gaan we nog tennissen? Gaan we nog tennissen? Jawel. Maar hij wil niet meer. Jawel, ik wil wel. Ik geloof er echt niks van. Hey, ik schrik mezelf de hele tijd van mezelf. Zo. Ik schrik. Je schrikt zo erg van jezelf dat je niet kan praten. Ja, elke keer als ik mijn haar zo zie, denk ik, heb ik dit aan weer? Ja, gast, als ik mijn haar zie, dan schrik ik ook. Maar dat is alleen als ik mijn broek uit heb. Dat is best nasty eigenlijk. De tarrel hangt ertussen. I'm dead, bro. Oh. All around me are familiar faces. Wat de fuck wil je het helemaal schoon krijgen, man?
We're places. Weet je hoe dat moet? Ga je zo daar op die rand en dan ga je met zo'n borstel helemaal zo vegen. Wat Mees doet. Ja, maar dan in het water. Kwanus gaat even schoonmaken. Die gaat even laten zien hoe je moet schoonmaken. Als je nou ook leert aan Mees dan ruiken. Oh. Zwaardvechten. Dat is een geintje. Oh. Tijd om steen, papier en schaar te doen wie er als eerste in moet. Ja, maar dat is kut. We gaan gewoon met z'n drieën. Nee, hij is bang dat hij verliest. Hij is bang dat hij verliest. Kom nou gewoon. Gewoon één keer winnen, ja? Oké. Eén keer winnen? Oké. Oké, ja, dat is het. Steen, papier, schaar. Niemand. Alles? Steen, papier, schaar. Niemand. Steen, papier, schaar. Niemand. Ik had steen, sukkel. Nee. Hij had papier. En ik ook. Dus jij bent niet. Ik heb het letterlijk op. Jij niet. Ik had schaar. Ja, dus jij mag weg. Okay. Ja, ik mag weg. Kut. Wat is dit voor verwarring dan? Steen, papier, schaar. Yes. Kut, sorry. Ja, ik wist de dunste het. Mag in. Wat ben ik nou weer? Waarschijnlijk. Ja. Zullen we dat echt doen? Ja, dan moet ik. Nee, kut. Dan moet ik als steen. Ja. Ja, ik moet wel. Oké. Okay. Springen. Zo, het smaakt ook een beetje vies. Je moet het ook niet opdrinken. Oh, koud. Kom, nog een keer. Ga je nog? It's cold, bro. Nu jij. Hij doet het toch niet. Don, nu ben jij. Geef je camera maar. Oké, nu ik. Hashtag body positivity. Body positivity, jongens. Ja, let's go. Ik ga nu, ik heb geen idee wat ik ga doen. Ik zie het wel gewoon. Wow! Oké, aanpak. Oh, let's go! Mees! Kijk het overloop. Die overloop, gast, van het zwembad. Moet je kijken. Even gymnastiek. Kan niet wel gebruiken. You sexy thing. You from sexy. Now from you know, as my parents. You're from Holy. Vandaag is echt een spannende dag, hè? Het is namelijk vandaag zaterdag en vanochtend werd ik wakker en toen had ik nog geen idee dat zo mijn camera's vies trouwens. Ik werd vanochtend wakker en toen had ik nog geen idee dat dit vandaag waarschijnlijk zou gaan gebeuren. Want het was namelijk zo, eigenlijk kon het vandaag niet. Het is namelijk tijd om fucking mijn eerste auto op te halen. Holy damn. Ik heb een auto, ja, en ik heb hem betaald al. Maar ik heb hem nog niet. Hij is nog niet hier. Dus ik moet er nog heen en ik moet hem nog op mijn naam zetten. En dat wilde ik net doen. Toen wilde ik dus gewoon een auto op mijn naam zetten, maar dat mocht niet. Want ik ben geen 18, dus dat mocht hem niet. Ja, best wel gek. Maar aan de andere kant, je hebt in Nederland een aantal rare dingen. Want je mag bijvoorbeeld wel bij de Kamer van Koophandel een eigen bedrijf starten. Maar je mag weer geen zakelijke rekening onder de 18 openen. Heel gek. Maar hetzelfde eigenlijk hiermee. Ik kan hem wel kopen. Maar ik mag hem alleen niet op mijn naam zetten. En nu moet ik nog anderhalve maand ongeveer wachten voordat ik 18 ben. En dan kan die pas op mijn naam. Maar ja, dat is dan maar niet anders. Dus nu moet ik eigenlijk aan D vragen. En ik wilde er net bellen, maar ze nam niet op. Of zij het even op haar naam dan kon zetten, want mijn ouders zijn ook niet thuis. Maar die is er nu niet. En ze nam ook al niet op. Dus ja, we moeten even kijken wanneer zij weer terugkomt. En dan zo snel mogelijk doen. Want als het goed is, gaat het vandaag gebeuren. Mijn allereerste auto. Oké, jongens, het is gelukt. Deze met me meegegaan. Hey, Dwani! Don is een beetje dood. Ah. Hij is gisteren uitgegaan, jongen. Oh, wat heeft hij uitgegaan? Ik ging niet mee. En nu ben ik toch fit en deze jongen niet. Gisteren zijn moe en ja. Ik laag. Nu ben jij jongen. Oh. Die elleboog zit in mijn elleboog. Weet je wat we gaan doen? We gaan weg. Bijna. Kwanus. Eerste Wani. Spannend. Spannend. Vind je het spannend? Nee, ik heb echt geen gevoel dat ik mijn eerste auto ga bouwen. Nee, maar je hebt nog zelf niet helemaal rijden. Nee. Rijd D terug. Nee, ik rijd gewoon terug met mijn ouders. Met mijn moeder of vader. Oh, goeie. Goeie tune. Opstaan. Ah, ja. Ah, fuck. Fuck off. Dat is echt heel stom. Thuis, we gaan! I don't like that shit. Wim, jij blijft hier. Kom, deurtje dicht.
Wee. Gaas, je was speciaal aan het wachten voor dat moment. Nee, ik kwam serieus op het moment dat je omrijden. Kwam er een dikke spetterboer. Hey, waar... Oh, jij hebt mijn karkie. Jongen, je bent er erg niet goed bij vandaag. Ik ben helemaal niet goed, nooit. Oké, we gaan eerst in de mooie RS3. En dan gaan we mijn auto ophalen. Jullie weten trouwens helemaal niet welke het is. Spannend. Uh-oh. Mag ik al kijken? Ja, ja, zeker. Holy. Gek, joh. Wat? Hoi. Ja, nou, dit is dus voor mij. Wat de hel. Hij is dus automaat. Gast. Gappie, holy. Veel mooier in het echt, maat. Ja. Vooral die voorkant. Je hebt ook echt een goede kleur gekozen. Holy shit, gast, wacht, ik wil even nog aan de buitenkant. Kijk, eerste auto, besef, gelijk een Audi A1. Ja, gast, dat kan er echt niet geloven eigenlijk. Hè? Kijk, gek. Zo. Dat is helemaal S-line, hè? Kijk dan. Holy. Oh, dik. Oh, in de deur. Oh, gek. Terwijl we die gaan op computer. Ja. Kijk dan even. Nice, hoor. Ik zal je een linkje sturen. Oh, jongens. Dit is hem, hoor. Kijk hoe lijp. Gekke dingen, man. Ik vind het zo ziek. Het is echt niet te geloven, hè? Ja. Dit is gewoon voor mij. Wat een bak, Wim. Gappie, wat? Heb je hartstikke lekker voor elkaar, hoor. Auwe. Ik kan niet geloven, hè? Het is een benzine, toch? Ja. 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 Oh. Ik zal straks wel even alles vertellen wat erin zit en zo. Maar ik heb dus een Audi A1 gekocht. Een Audi A1. Lekker, ja. Gast. Lekker. Het is echt wel mooi, hoor. De ja. Liggen achter in mijn auto. Oké, goeie. Oh, even kijken. Even achterin kijken, jongens. Kijk, ik heb hier ook S-lijns. Je bekerhouders achterin. Hey! Weet je hoe handig dat is? Ik heb dus S-line stoelen. Hier staat ook S-line of S-tronic. Ah, ik weet niet eens wat alles betekent. Ik ben echt slecht met auto's, maar... Oh ja, daar wil ik ook nog even kijken. Laadruimte, gast. Oh, hoe glijmt wat is dat? Alles? Wat is dat? Wat is dat? Wat zijn die dingen? Dat zijn voetenmatjes, lijkt wel. Grap, ik heb zo weinig verstand van auto. Nee, dit lijken van die matjes voor honden. Ja. Ja, dat kan. Hey, hij kan hem aan. Ja, ik snap het. Oké, okay, ik snap het. Kan ik al? Ja. Zo gek. Bitte in 50 meter rechts abbiegen in die Straße Malkenstuten. Zo, het voelt een beetje raar om te rijden. Niet te kort, zei ik. Nee, het gaat goed. Oké, okay, en nu? Nou, hier is een fietspad, dus moet je even goed uitkijken. We moeten naar die kant dus. Ja. Oké. Okay. Zo! Oh. Mijn allereerste ritje in mijn eigen auto zit erop. Het is gelukt. Heel vet. Kijk dan, jongens. Oh, hij staat een beetje donker, maar. Lijp hoor. Echt vet. Echt blij mee. Ik heb niet zo heel veel kunnen filmen. Want ik moet altijd heel goed opletten. En mijn vader die zat ook naast mij. Dat moet, want als je 17 bent mogen maar een aantal mensen naast je zitten. Zoals bijvoorbeeld mijn moeder of mijn vader. En er zitten ook nog allemaal regels bij waardoor bijvoorbeeld D of weet ik veel wie er dan niet naast kunnen zitten. Maar voordat ik de dag ga zeggen, ga ik eerst ik heb gereden. Mijn allereerste ritje zit erop. Ik kom eraan hoor. Gast. Hey Bump. Bumpje komt ook. Hey gast. Hoe was het? Het was ziek. Rijdt hij lekker? Ja, het was echt vet, man. Het ging leuk. Het ging hard wel op zich. Nou, gast, het was echt leuk. Ja? Ja, het was echt leuk. Maar het was wel... Ja, even een paar dingen waren gewoon wennen, natuurlijk. Ja, maar, zoals? Bijvoorbeeld, ik reed... Mijn vader die heeft een Audi A6. En zijn stuur, die gaat... Als je zo doet, ga je gelijk zo. En ik denk dat jij dat ook hebt. Die stuurt echt direct. Gewoon. Ja, en dit is... Als je een beetje zo doet, ga je wel. Net zoals op de fiets, maar... Minder. Nu moet je echt zo doen en dan ga je pas. Dus dat was een beetje wennen. Maar misschien is dat wel goed, want ik deed altijd... Zo heel snel. Ja, omdat ik dat niet was gewend, weet je wel. Maar voor de rest, ja, ik weet niet. Wat allemaal nog anders was. Heel veel anders. Gewoon alles is anders. Het is gewoon voor mij. Het is anders. Je bent gewoon lekker enthousiast. Echt lijp, man. Echt vet. Dag zeggen, mijn ouders zijn er ook. Ik zag de auto staan.
Ja, kijk eens wie daar zijn. Ze komen gelijk bij je auto kijken natuurlijk, hè. Ja, zo gaat dat. Het beste automerk wat er is, hè. Ja. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Top. Ja, echt heel vet. Dat je er heel lang plezier van mag hebben. Ja, ik hoop het. En ook gefeliciteerd dat je geslaagd bent. Dankjewel. Supergoed. Ja, allemaal vette dingen. Ik krijg dingen. Nog dit om mijn nek. Oh, ik krijg ook nog iets om mijn nek. Dankjewel. Je deed het. Oké, dat ga ik knippen. Mooi ding, man. Ik heb een auto. Ja. Hij is echt gek, mooi. Hè? Yay! Hoe reed die, Quinn? Ja, ging goed. Ja, lekker? Ja, het reed lekker. Nou, ik mag zelf nog niet rijden. Ik ben ook aan het filmen. Oh, sorry. Wij filmen echt vaak tegelijk, hè? Ja, dat is leuk. Maar ja. Uh-oh. Oh. Oh. Ik moet wel even zo'n ding hebben, dat ik net film mijn camera. Je moet wel zo'n ding hebben? Ja, dat je camera zo kan ophangen. Wat? Huh? Oké. Gordel aan. Gordel aan. Dichterbij. Shit, sorry. Al mijn instellingen weer verkeerd. Hoezo? Grapje, ik heb nog niks aan. Start. Okay. Waar is het start? Je hebt eraan. Hier heb je knoppie. Start. Ja. Doe je het hek op? Oh. Ik heb heel lief van mijn moeder een cadeautje gekregen. En een afstandsbediening. Elektrische hek. Gaat die dan? Hij doet het niet. Je hebt gewoon een luxere auto dan ik. Nee, dat moet je niet doen. Waarom? Dat is voor de navigatie. Oh, sorry, navigatie. Oh, hij ging. Ja, ik. Zo, ik doe het wel goed. Maar nee, bumper staat bumper ervoor. Hoe blokkeert hem? Ach, bumper. Bump, kom eens hier. Oh ja, hij gaat. Bumper blokkeerde. Ah, jongen, je mag niet mee. Nee. Zo, nou, hij doet het. We kunnen. We zijn weg. Woehoe. Oh, hij rijdt wel vlot. Ja, je hebt nog geen drive nu, hè? Je hebt ook nog S. Je hebt ook nog sport. Ja, cool, hè? Hoe hard kan dit ding? Ik weet niet. Ik heb nog niet geprobeerd, dus. Hè? Oké. Okay. Dan kunnen we ook niet echt proberen, want dan rijden we veel te hard. Hey, hij heeft 122 pk. Het is dus een S-line auto, Audi. Dat zegt mij dus nooit zoveel. Nee, pk's. Oh. Nee, pk's zegt mij ook niks, maar ja, ik dacht misschien willen andere mensen het wel weten. Misschien willen andere nerds die er wel verstand van hebben. Zoals Don. Zoals dan. Ja, nou en hij heeft dus sportstand. Oh. Hij heeft een goede rem, jongens. Hij heeft een hele goede rem. Oh, dit is lekker hoor. Dit is hetzelfde als ik zo'n kickstart, dat als je hem doorgaat. En terugschakelt dan. Ja. Hij heeft ook flippers, dus je kan ook zelf schakelen. Ja. Hij heeft dus die. Maar straks moeten we even S proberen, ja? Ja, gaan we straks even S proberen. Oké. Okay. Terugweg. Weet je wat erin moet? Nou ja, benzine. Ja? Weet je het heel zeker? Ja, ik weet het heel zeker. Oké. Okay. Oké, en dan doen we dit. Even de slang een beetje trekken, nog niet meteen naar beneden richten. Dan loopt er al wat uit. Dan zit het zo op je schoenen. Nou, dan gaan we. Dit is, Quinn, de meest dure, stomme actie die jij wekelijks moet verrichten. Ja. Ja, dat is allemaal zo, hè? Ja, het hoort erbij. Je hebt er wel veel plezier van. Ik hoop het voor je. Ik hoop het. Nu nog een maand wachten, tot je mag. Ja, maar dat is wel echt ja, stom eigenlijk. Want ik heb nu al het gevoel, laat me lekker rijden. Weet je, ik wil nu de hele tijd rijden. Ja, maar weet je wat het wel is? Een maand op een heel leven dat jij nog gaat rijden. Ja, dat is waar. Dat is heel, heel weinig. Daarom, dus het valt mee. Gaat helemaal goed komen. Doen we het doppie weer erin. Even draaien, kijk eens aan. Zo, die zit dicht. Hoppa, en nu gaan we betalen. Dennis! Nou. Holy, 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 holy. Oké, daar zit ik weer. Nog steeds, eigenlijk. Nee, hoe heet het? Ik ben vandaag al één keer eerder hier geweest. In mijn eentje. Gewoon om even te zitten. Waggie! Woehoe! Ja, leuk man. Ik ben echt blij mee. Echt ziek. Ik besef het zo nog niet gewoon. Echt lijp. Lijpe dingen. En ik wil jullie even laten horen, doe even de deur dicht, dat deze ook muziek kan maken. Ik heb namelijk ook een soort van specialere boxen. Dus die willen we natuurlijk wel even testen. Holy jongens. Lijp. Ik klop je model. Design, ai, ai. Design, ai, ai. Zij doet het wel. Design, ai, ai. Design, ai, ai. Your body is oh, oh. Zij, ai, ai. Kijk dan. Klinkt ook lekker, hè? Ja.
En oh, dit is dus de tweede keer dat ik hier even in mijn eentje zit. Gewoon om even muziek te luisteren. Te kijken wat ik gewoon. Ja, wat ik erbij heb. Gewoon bij mijn verzameling. Nee, gewoon. Ja, een soort besef, hè. Om even het besef te krijgen dat ik gewoon een eigen auto heb. En ja, dat is eigenlijk onmogelijk. Want ik heb echt niet het gevoel dat deze gewoon van mij is. Maar het is echt zo. Hij is echt van mij. En dat is lijp, man. Dat is echt vet. Echt cool. De toeter doet het nu niet. Ik ga nu naar Isa en dan gaan we de auto aan haar laten zien. Ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. Oh, ben je nou gewoon illegaal? Nee, ik heb niks gedaan. Oh, je hebt gereden. Ja, natuurlijk. Oh, we zijn speciaal met deze auto gekomen. Ja. Ga even in, ga even in. Ja, je mag wel hier gewoon in. Kofferbak liggen. Ga ze helemaal daar erin. Nou, dit is het dus. Cool. Ja, cool hè? Oh, hij is wel best wel groot. Ja. Hij is echt best wel groot. Leuk hè? Heel nice. Heel ben vet. Ben je blij mee? Ja, echt. Ik ben er veel blijer mee dan dat ik dacht. Gast, je hebt echt best wel veel beenruimte. Gewoon, ik wist, zo, maar alles gewoon is anders dan ik had verwacht. Ja. Stoelen veel chiller dan ik dacht. Ja, alles is gewoon chill. Ja, het zit wel lekker. Ja. Cool. Oh. Ben je blij mee? Ja, kijk, hij kan ook heel hard. Romance interessant vinden. Gast, doe normaal. Grapje. Nou, hè? Echt heel leuk. Ja. Cool. Dan rijdt hij ook lekker. Ja. Ja. Ja, ik ging met papa terugrijden en het was chill. Hm. Allemaal chill. En ja, gewoon prima. Lars hem ook chill rijden. Ja, hij vond nog dat hij best hard kon. Ja? Ja. Maar, hoe hard gingen jullie? 150. Mag niet, hè, jongens. Nee, maar gewoon ja, weet niet. Heel leuk. Cool, hè? Heel cool. Blij mee. Heel cool. Heel vet. Nou, ik mag alleen niet zelf rijden, dat is wel jammer. Nee, maar nog een maandje. Ja. Goeie keuze? Ja. Wat vind je nou het tools? Maar ik besef niet helemaal dat het jouw auto is. Oh, ik zelf ook niet hoor. Ik heb echt geen idee. Ja. Nee, dat is een beetje gek. Ja. Maar ik vind het een mooie auto, maar ik besef niet helemaal dat die van jou is. Maar zeg zo. Ja, echt heel gaaf. Blij mee? Ja, echt vet blij mee. Maar ik besef, ja, maar ik besef zelf ook. Moet hier zo'n tellertje inzetten hoe vaak ik zeg blij mee. Nee, maar ik besef zelf ook niet dat het gewoon van mij is. Nee. Dat is echt gek. Echt gewoon heel raar. Kan je nog een beetje make-up onderweg doen? Nou, dat is wel nodig niet. Oh, daar heb ik zelf niet eens in gekeken. Leuk. Ja, Audi-boekje. Jee. Nou, dat was het. Dit is leuk. Ja. Het is wel een beetje groot. Ja, ik heb veel sleutels eraan nu, hè? Kan je niet beter nu gewoon je scooter en ding apart, ja. Je autosleutel en je scootersleutel, zeg maar. Dan moet ik twee huissleutels hebben. Ik heb zelfs ook nog een fietssleutel aan. Ik kan met de fiets, met de scooter of met de auto. Ik kan kiezen. Hij kan ook nog lopen. Ah, maar dat doe ik meestal. Oké, nou. Hij is wel stoer. Ja, we gaan even aan de restatie. Grappie! Yo. Goed? Gast, yo! Ja man, goed je te zien. Lang geleden, gast. Ja, nog gefeliciteerd met geslaagd zijn. Weet je, het is toevallig dat jij nu in deze auto komt. Ik heb vandaag mijn allereerste auto opgehaald. Serieus? Ja. Meen je? Maar ja, ik mag niet zelf rijden dus. Nee, bijna mag je wel rijden, want je bent wel geslaagd ook. Ja, als ik 18 ben, dus 27 juli, dan mag ik zelf rijden. Zo, dat duurt niet lang meer. Lijp, jongen. Nee, dat duurt niet lang meer, maandje. Maar... Nou, over een maandje mag je in deze rijden dan. Ja, toen je nog je Jeep had, toen zei je, ja, voor je verjaardag mag je dan wel een keer ook nog rijden. Ja. Maar ja, dat kan nu niet meer. Ja, dit is wel leuker, toch? Ja, dat ziet er veel beter uit. Ziek, hoor. Gek, man, jongen. Echt lijp. Gaan we erin? Ja, tuurlijk. Let's go. Zo, gast. Zo, ik heb even lekker gezellig met Enzo een ijs gegeten, maar zijn auto is echt veel te ziek. Jullie weten allemaal hoe Enzo zijn auto er wel uitziet. Dus dat hoefde ik in ieder geval niet te laten zien. Maar echt heel dik. Echt ziek. Dus we hebben gezellig een ijs gegeten. Nu ben ik weer hier. Ga ik lekker slapen. Ik zie je morgen. En dan is het weer zondag. Wat een dag was dit. Wat een dag. Oké, ik wil wel goedemorgen zeggen, maar dat kan niet meer. Want het is al dik middag. En ik ben hier met Roepvat. En ik heb het net opgehaald met Bolwaggy. Ja. Was leuk? Ja, wel mooi? Bijna ongeluk, maar... Ja, voor de rest boeit niet echt. Hè? Nee, maar zieke Waggy. Hebben jullie hem al gezien? Hebben ze hem al gezien? Ja, zijn mag gezien. Oh, en binnenkort ook een video van het of niet? Dat heb ik hierin al gedaan. Oh, je zit in de week nog? In de weekend vlog, ja. Oh, het weekend, hè. Ja, zondag.
geen weekend. Nee, ga. Kijk, dat is best een soort van. Licht aan hoe je bekijkt. Ja. Voor ons is het eigenlijk niet meer weekend. Nee. Kijk. Voor ons is vakantie. Ja. Nu gaan we eten. Maar vond je vet? Ja man, lijp eerst wakker. Ja, hij is ziek hè. Ik ben ook blij mee. Maar wanneer ga je ook weer die Porsche halen? Ja, dat was volgende week. Ja, ja. Nee, oké. Okay. We hebben hier even lekker middageten neergezet. Met heerlijk, heerlijk. Dus gaan we even lekker chappé. Iets smakelijk. Iets smakelijk. Dat er een pakketje komt. Oké, okay, jij wil weer dat pakketje komt. Zeg even dat het einde van de dag is. Nou, het is inmiddels eigenlijk al dinsdag. Dus. Niet zeggen. Nou, dit was weer de weekendvideo. Ja, ik was weer de outro vergeten, zoals altijd. En nou, nu hebben jullie natuurlijk een beetje mijn auto gezien. Maar willen jullie nou een extra video waar ik echt alles in de detail ga zien, laat zien en zo? Ja, bla 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 bla. Gewoon echt bam, precies. Dan moet je er even DM sturen via Instagram, want reacties doen het waarschijnlijk toch niet. Zoals altijd. Wanneer dat is opgelost, weet ik ook niet. Oké, Isa, wat gaan we nu doen? Huiswerk maken. Een blauw duimpje omhoog doen, ja! Goed zo. Oké, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! 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 Zeg jij nu ook nog een keer doei? Wat? Zeg jij nu ook nog even een keer doei? Doei!